alles wat er op je laptop op de telefoon staat is tegenwoordig net zoveel waard als wat er in je huis staat. Dus ga daar gewoon heel bewust mee om. De miner was heel leuk, ja. Heeft me echt verbaasd hoeveel ik geleerd heb daar. Er kwam een stukje wetgeving voorbij, maar ook de dynamiek in bedrijven. Gewoon informatiebeveiliging op zich. Maar we hebben ook een heel groot gedeelte over de gedragskant gehad. En hoe je het gedrag van mensen kan manipuleren. En daardoor toegang tot hun gegevens kunt krijgen. Ja, dat was heel gaaf om te zien dat die mensen jou zo om kunnen krijgen zonder dat je het doorhebt. Als je een groot bedrijf hebt bijvoorbeeld, je kunt je heel goed wapenen tegen invloeden van buitenaf. Maar de zwakste schakel blijkt toch altijd de medewerker die zich niet aan regels of protocollen houdt. Ik had altijd het idee dat ik heel erg goed beveiligd was tegen invloeden van buitenaf, net zoals hackers. En eigenlijk toen ik 2 weken op de miner zat, kwam ik er al wel achter dat dat niet het geval was. Ik schrok daar wel van, ja. Ja, je leert dus ook verdedigen vooral, maar je leert ook een beetje aanvallen. Camera's bijvoorbeeld te hacken. Nou, ik ben eigenlijk in de huid geklommen van een cybercrimineel. Dat doe je natuurlijk wel op een ethisch verantwoorde manier. Je mag heel erg je eigen route bepalen. Binnen de IT-perken mag je bijna elk onderwerp kiezen. En bij die onderwerpen mocht je zelf een opdracht bedenken. En dat vond ik heel erg fijn, want je werd dus heel erg vrijgelaten. En je kon daarin ook zelf je creativiteit loslaten met wat je wilde doen. Het is theoretisch en praktisch. Toen ik de miner volgde, zijn we ook bijvoorbeeld op bezoek geweest bij de Volksbank. Maar wat ik echt leuk vond, was dat je ook heel veel gastcolleges krijgt van echte professionals. Deze miner heeft mij gigantisch geholpen in mijn vervolgcarrière. Omdat toen ik aan deze miner begon, wist ik eigenlijk niet zo heel goed wat ik wilde doen. En de miner beviel zo goed dat ik tegenwoordig nog steeds in dit vakgebied werkzaam ben. Het is gewoon serious fun.